Hey, en leuk dat je kijkt naar deze gloednieuwe vlog. Dit keer vanuit Toverland. Het wordt vandaag een speciale dag. Want de dag vandaag staat in het teken van YouTubers, TikTokkers, Instagrammers en noem het maar op. In ieder geval de laatste keer dat we hier zijn geweest was ongeveer wat pak een beetje een maand geleden. Vandaag gaan we een leuke dag van maken. In ieder geval de meeste van de lijst. Die kijk eigenlijk totaliteit niet. Qua YouTubers, Instagrammers, TikTokkers, dat weet ik wel. Nou, er is één persoon opgevallen. En dat is namelijk Steven Kazan. Ja, wie kent hem niet? In ieder geval bekend op TikTok door zijn goocheltrucs. Maar ja, uit mijn tijd, toen ik nog klein was, bestond het tv-programma Magic Unlimited. En daar is zeg maar de familie Kazan bekend om. Dus sowieso gaan we dat bekijken. En kijken wat de dag verder zal aanbieden. Qua interviews, qua meet and greets. Na de intro starten we eigenlijk met een heel kort meet and greet. Want dat is namelijk eigenlijk voor de allereerste keer of de tweede keer dat pretpark YouTubers zijn uitgenodigd. Dus hoe leuk is het dan om pretpark YouTubers, mede YouTubers te zien hoe hun video's maken. Helaas Ruben daarentegen is niet aanwezig. Maar wel Davin Style Games is aanwezig. Thrilltastic is aanwezig. Bart Baan is aanwezig. En dan nog eentje, maar die ken ik persoonlijk niet echt zo goed. Maar ja, net zoals wat ik net zei, Ruben is er helaas niet. Want Ruben, dat is eigenlijk mijn inspiratiebron. Waar ik eigenlijk een beetje mee ben begonnen. Met de pretparken, de kermis en noem het maar op. Maar we lopen nu op het pad richting de ingang. En ik moet nog mijn abonnement verlengen. En ik zag dat die nou ook iets van met 40, 50 euro omhoog zijn gegaan. Want eerst zat hij net rond de pak een beet 105. En nou in één keer 155. Maar ja, zo zie je, het wordt altijd wel steeds duurder en duurder. Maar 150 euro voor een jaar rond park. En dan voor zo'n mooi schitterend park. Dat is eigenlijk niet zo duur. Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke speciale vlog. Van YouTube dag hier in Toverland. En we zien gewoon wat Toverland dit keer te bieden heeft. En dit is volgens mij nou de tweede of de derde keer dat ik hem bezoek. En de laatste keer was het namelijk met de bankzitters. En dat was dan met hun eindshow. En nou is het dit keer een meisje die heel veel van frikandellen houdt. En daar hebben ze dit keer ook een special hier in Toverland. Met frikandellen. Maar ik zou zeggen, geniet van deze leuke vlog. Hier vanaf de YouTube dag in Toverland. Nou dames en heren, meestal staat hier altijd een hele grote main stage. Dit keer niet. Komt waarschijnlijk omdat Acapella Torres er staat. Dat is namelijk de parkshow die hier al een paar maanden weer draait. Waarschijnlijk is er nou voor gekozen om het hutje van Toos en Morrel gaan op vakantie. Voor te kiezen, want daar staan namelijk een paar grote geluidsboxen, een DJ booth. Maar ja, meestal zijn we dus gewend dat hier een hele grote stage staat, maar dit keer niet. Maar in ieder geval, we gaan zo meteen daar beginnen, omdat daar onze bekende pretpark YouTubers hun meet and greet doen. Dus dan kan je de leukste vragen stellen, natuurlijk op de foto gaan. Maar ja, dat is voor zo meteen. En dan straks zijn we hier dan telkens sowieso met Steven Kazan. Kijken of dat we hem kunnen wegtoveren met onze magische krachten hier vanuit Toverland.
Goedemorgen. Goedemorgen. De mooiste plekken willen we hebben natuurlijk. De mooiste plekken. Wat is dat claim? Ja, ik heb geen woord. Nou dames en heren, ik zou zeggen, zoek het verschil. Daar staat Thrilltastic, een toverhandmedewerker die mooie filmpjes maakt met tekst. En hier staat de rij voor Vincent en Hessel. Echt onvoorstelbaar. Ja, dames en heren, zelfs YouTubers onderling herkennen elkaar. Ofwel, pretparkfans herkennen elkaar. Maar YouTubers natuurlijk ook. In ieder geval Vincent en Hessel die herkennen mij heel snel. Degene van Thrilltastic, ja, die kennen mij ook echt al jaren, omdat ik hier al jarenlang als abonnementhouder kom. Dus ja, is het dan makkelijker om met elkaar te praten, elkaar aan te spreken. In ieder geval, ja, er is een speciaal plattegrondje voor vandaag. En ik dacht van de main stage is op Port Laguna, dus niet. Die zit dus blijkbaar op Avalon. Dus ja, gaan we kijken hoe dat eruit ziet. Maar we gaan ook gewoon lekker verder kijken wat de dag zal gaan brengen. Oké, ja dat kan, eigenwijs. Ben ik soms ook wel eens. Nou, dames en heren, hoe leuk is het om mij nou in 360 graden te zien. Meestal zie je alleen maar mij zo op het scherm. Maar nu draait een telefoon om mij heen en zie je mij 360 graden. Het kan alleen hier op de YouTube-dag in Toverland. Echt hartstikke grappig. Leuk om dan zo eens een keer op zo'n manier jullie mij te zien. Nou, dames en heren, ik hoop dat deze attractie niet gesloten is. Maar we zitten nu op Merlin's Quest. Mensen slaan hem altijd over, omdat het niet echt veel van de zon is. Maar het was nou lekker rustig, dus je kon een week aansluiten. En we gaan op een quest op zoek naar een bepaald kruid van de lijn. En kijken naar eventuele vernieuwingen in de baan. Ook al is het nog een pak beter een maand geleden dat ik hem nog heb gedaan, of iets langer. Maar het is altijd wel lekker om uit te rusten en door het mooie gebied heen te varen.
Ja, moet je kijken wat voor mooi speelgoed er op het podium staat. 1, 2, 3, 4. Confettikanonnen, dat 2 CO2 jazz. Oh, dat wordt heerlijk. Niet meer weg te denken van onze telefoons, want op TikTok kun je niet om ze heen. Het afgelopen jaar stonden deze drie creators in het theater met hun TikTok-show Social Squad. Vandaag verschijnen ze ook in Toverland op het podium. Geniet van Emma, Jesse en Annie, oftewel de voorstelling Social Squad. Geacht publiek, de telefoons kunnen eindelijk even op stil. Meer dan een uur lang laten we de pushberichten, alle likes en comments aan ons voorbij gaan. Kunnen onze gretig swipende vingers even ontspannen, maar geven we onze ogen en oren precies wat ze willen. Het is tijd om jullie favoriete TikTokkers eindelijk live te ontmoeten. Hier is Social. Jazeker, en ik denk dat we er allemaal heel erg veel zin in hebben. Zeker, maar wat gaan we vandaag doen? Ja, we gaan van alles doen zolang het maar te maken heeft met TikTok. Dus challenges, setjes, interactie met het publiek, zin in. Ja, en Aniek, daar hoort natuurlijk muziek bij, hè? Zeker, en ook dansjes natuurlijk. Ja, en zingen. Ga jij zingen, Jesse? Ja, oké, dat is goed. Emma, ga jij zingen? Nou, dat laat ik maar aan jullie over. Nou, anyway, het wordt één grote weerwar van lachen, dansen en gek doen. Dus eigenlijk één grote real life TikTok. Ja, maar Jesse, ik zeg eigenlijk wel genoeg gekletst, toch? Precies. Toverland, hebben we er een beetje zin in? Ja! Dan gaan we nu toch echt beginnen. Oh, wauw, Annie, wauw. Oh nee, dit vind ik leuker. Hoe oud is jij nu, Emma? 10. Dat is toch alweer 2 jaar geleden dus? 8 jaar geleden. Een mooie haarband dan. Ja, dank je. Heel mooi. Oh, maar dit is ook wel een tijd dat jullie gaan de kwaliteit zien. Ja, dit was met een Nokia 5000 opgenomen. Sorry, no, I'm ugly. Doe je linkervoet omhoog, rechtervoet omhoog, linkervoet omhoog, rechtervoet omhoog. Het is Sammy. Hier is jullie haast, Jesse van Vieren! Goedemiddag allemaal en welkom bij de TikTok quiz. De quiz die gaat over TikTok, TikTokers, duizend sketches, noem het allemaal maar op. En ik voel het hier al, de spanning is om te snijden. Toverland, zijn we er klaar voor? Yeah! Laten we hem snel beginnen. Ik ga de quiz even uitleggen. De quiz bestaat uit 4 vragen, waaronder ook nog een finale vraag. Goed om te weten, elke vraag is 1 punt waard. 1 punt, zo, ja. Oké. Okay. Duidelijk? Zeker. Dan gaan we de teams even voorstellen. Aan mijn rechterkant voor jullie kijkertjes thuis, linkerkant, zit Team Tik onder leiding van Emma Keuven. Kijk, Emma, wie heb je meegenomen? Dit is Dani. Dani? Dani. Dani, hoe is het met je? Wat ga je allemaal doen vandaag hier? De Phoenix rijden. Kijk eens, dat is een heel mooi antwoord. En gaan we nu door naar Team Top onder leiding van Aniek Dreamon. Dankjewel. Aniek, wie heb jij meegenomen? Dit is Lin, toch? Lin. Wat is jouw favoriete dier? Een hond. Dan gaan we nu door naar vraag nummer 1.
Vraag nummer 1 is een beginnersvraag, dus pak de ABC-bordjes erbij. Ja. Ja. Dan gaan we de allereerste vraag stellen, dames en heren. Wie van ons drieën heeft de meeste volgers? Is dat Jesse van Wieren, Emma Keuven of Aniek Dreamon? De 5 seconden bedenktijd gaat nu in. Ik zie daar Aniek. Of ik zie daar Emma en ik zie hier Aniek. Ja. Waarom denken jullie Emma? Ja, het is eigenlijk een beetje een gok van Dani. Dus ja, en ik ga natuurlijk niet influisteren. Dus we hebben op mij gegokt. Oké, en jullie hebben Aniek. Ja. Maar dat betekent dus wel dat Aniek Team Talk een punt heeft. Vraag nummer 2. Ja, dankjewel. Is een bijzondere vraag, want dat is namelijk... De kipvraag, kijk eens aan. Oké, deze ga ik even uitleggen. Ik stel zo een vraag en weet je het antwoord op die vraag? Sprint je naar de kip, knijp je erin en mag je antwoord geven. Is je antwoord goed, krijg je een punt. Is je antwoord fout, gaat de beurt naar het andere team. Oké, zeker. Oké, finish the lyrics. Jullie krijgen zo een nummer te horen en weet je nou hoe dat nummer doorgaat? Dan ren je naar de kip en geef je je antwoord. Oké, zo simpel is het. Ja. Start er maar in. Zit zonder zorgen, nergens aan denken. Leven maar stoppen, om bij te tanken. Listen de lampen. Zing ze gewoon na. Oké. Toverland, zing maar mee. Flitsen de lampen, een motor die draait. Toch was er een haak in je hoofd die kraait. Ja, als zoveel mensen meezingen, moet het bijna goed zijn, maar we gaan toch even luisteren. Flitsen de lampen. Ik weet nu dat er een engel bewaarder bestaat. Vraag nummer 3 is een geen kipvraag, maar een overlegvraag. Okay. Jullie krijgen zo een filmpje te zien en dat filmpje dat stopt op een gegeven moment. Aan jullie de taak om dan 10 seconden te overleggen hoe dit filmpje afloopt. Oké, dan moeten we goed gaan kijken. Goed gaan kijken. Start er maar in. Allemaal mensen die schrikken. Hoe loopt dit af? 10 seconden bedenktijd. Ga nu in. Wat denk jij? Dat ze heel hard schreeuwt. Maar denk je dat er nog iets gebeurt? En de tijd voorbij. Overleggen is gestopt. Team Tik, wat denken jullie? Oké, wij denken dat zij zo hard schrikt dat ze uit reflex... Gewoon slaan. Oké, nou, dan vullen we dat in. Team Tok, wat denken jullie? Ja, wij denken net iets anders. Wij denken dat zij zo hard schrikt dat ze... Ze wil die koelkast pakken. Ja. Dat zij zo hard trekt dat die hele koelkast gewoon meegaat en omdondert. Oké. Dan gaan we kijken of een van de goede antwoorden ertussen zit. This is why you shouldn't scare your butt. Ja, de pot gaat door het raam. Ja, daar is geen antwoord van goed in. Helaas. Niet de antieke deur. Helaas. Ja. Geen punten vergeven deze ronde, maar we gaan nu door naar vraag nummer 4. Vraag nummer 4 is de laatste vraag voor de finale vraag en dit is een luisterfragment. En wederom weer een kipvraag. Okay. Dus, jullie krijgen zo een TikToker te horen. Weet je nou wie het is? Ren naar de kip. En voor beide teams is het vraag dat jullie deze punten met... Ja. Oké. Okay. Dames en heren, wie horen we hier? Start maar in. Oké, je moet goed luisteren. Ik denk dat ik in mijn linkeroor heb gehoord. Jaycee! Harder! En dat is helemaal goed! Ja! Kijk eens aan. Vraag wordt gesteld door Jaycee. Oh! Kijk eens aan, start er maar in. Hallo, Jaycee hier. Ja, luister goed. Ik heb voor jullie de laatste opdracht. Jullie moeten zo goed mogelijk een TikTok-dansje uitvoeren. Oh, en dat doen jullie tegelijk.
Het publiek beslist aan de hand van het hardste applaus wie er heeft gewonnen. En de winnaar verdient maar liefst 10 punten. 10! Nou, ik doe het tiktokdansje 1 keer voor. Dus let goed op. Succes! Voor beginners, ga achter die rotsen. Wil je op TikTok dan download de app? Ja, die vind je in elke app store. Dan meld je je aan, verzin maar een naam, log jezelf in en ga door. Je zit nu op TikTok, gefeliciteerd, je hoort er nu bij, dat is top. Deze mini-tutorial helpt je van start, want het is een tutorial. Stop! Yes, sir! Ja, dit moet ik nog aanpassen, dames, is ook niet heel erg stevig voor mij natuurlijk. Nee. Voor de mensen hier in Toverland, een tutorial dat is een uitleg. Meestal een video-uitleg, maar nu dus live, met muziek en publiek. Is het dan een fit-tutorial of een mutorial? Ja, en door! Ja, oké! De app opent op de For You page scherm. TikTok is gekozen voor jou. Gekozen door een algoritme die dit is, dat weet alles waar je van houdt. Nou, zo vaak zo goed toch? Rechts staat een pop en die pop, dan ben jij je profiel, dat is wat je hier vindt. Klik er maar op, dan zie je een pop. Laat hier dan een foto van jou of je kind. Nu even lezen, het wijst het vanzelf. Dit ken je van Facebook en meer. Begin maar te vullen, kies wat te onthullen. Een look is wat je hier creëert. Nu vind je je TikTok zo niet openbaar. Je favorites en likes op een deal. De 5 opties om in je TikTok te plaatsen. En dat was voor nu je profiel. Nu snel weer door, zie je die box daarin, dat TikTok heel veel. Activiteiten, misschien nieuwe volgers met hopelijk ook wat formeel. Daarnaast is die plus, nou dat is het dus. Je maakt je eigen content. Content is een video, die maak je zelf. Die plaats je en wacht een moment. Als het goed is, dan stromen de likes weer binnen. En niks met zo'n fijn commentaar. Net wat geluk, dan ga je nu viral en denk je TikTok is klaar. Maar nee! We gaan naar dat huis, dat noemen we start. Hier zie je wat TikTok dus doet. Dan is je voor je page met duizenden TikToks. Dat houdt je dus avonden zoet. Hier zijn je vrienden, die volgen je dus zelf. Wat leuk is, ze volgen jou ook. Wil je zien wat ze posten, dat kan je dus doen. Daarvoor is het dubbele hoofd. Nu heb je de basics te pakken en ben je al een TikToker. Nee, we gaan door. Nog een kleine heads up over die oortaal. Want wat staat er die letters dan voor? Heeft hij wat water? I don't know, dat staat hier en hier bij TV. Maar dat is geen geld, by the way. eBay en Nintendo, geleider, oh nee. Het is inspired by POV. Dat staat vaak het doel, dat is point of view. And this is if you know, you know. En als je het weet, dan weet je het dus. Get rid of it, is geen zo. En als het geen leuk is, zeg je no cap. En dit is dus geen wat als wat. Maar de feeling met het zegt hoe je je voelt. Oh, twee staat naast in mijn zak. Nou, bijna klaar. We zijn er nu bijna, je bent er volleerd. Het einde komt bijna eraan. Je kan lekker swipen, begrijp je van alles. Je kan er nu lekker voor gaan. En vind je iets leuk, blijf dan lekker kijken. En geef dan die video een hart. Want TikTok die weet wat jij graag wil zien. Ja, algoritme is zwart. En nu niet meer zeuren, want deze tutorial die was zo duidelijk een gek. Voor mij gaat de post naar mijn teenie, meneer. Want ik heb een dromenbek. Okay. Ja, wil je ook een stukje? Jesse, we zijn midden bezig met de voorstelling. Ik ga niet meer een stuk taart zetten. Jij wil niet weten hoeveel energie dat liedje zo met heeft gekost. En het is goed voor de energie, zeker. En je bent de bakkoningin van TikTok, dus ik denk dat kan je vast wel een stukje proeven. Nee, bedankt. Waarom niet? Dat is toch super lekker? Jesse, er staan hier allemaal mensen. Ja, er staan hier allemaal mensen. Ik zie ze. Hallo. Dat is toch leuk? En dan kan je kan ook even een stukje proeven en dan zeg je even tegen hun van, lekker. Ja, maar als ik dat stukje taart ga eten, dan gaan al die mensen hier denken, Emma, ja, die houdt van taart. Weet je wat? Het is hier één groot taartfeestje. Waarom geven we niet iedereen een stuk taart? Wat hoor ik daar? Is dat nou een taartalarm? Ik hoor een taartalarm! Dus ik hoef geen stukje taart. Nou, sorry in ieder geval. Nee, is oké. Dan eet ik hem zelf wel op, oké? Oh, Emma. Wil jij een stuk van mijn bossenbol? Zeg jij nou dat ik op een bossenbol ben gaan lijken? Nee, grapje. Nee, Aniek, ik eet toch geen bossenbollen?
Want Bossebolle zijn... Brabants. En ik ben... Limburgs. Ja, dus geen Bossebol voor mij. Weet je dat heel zeker? Het is toch gewoon lekker? Ja, zeker lekker. Ja. Maar hij kwam net ook al met een stuk taart aan. Denken jullie dat ik alleen maar eet? Ik dacht dat jij bakken leuk vond. Oh, ik weet al hoe dit zit. Ja, ik weet al wat jullie denken. Ja, jij denkt vast. Oh, Emma, die komt uit Limburg. Dus zij is vast een wandelende fly! En hard slaan ook, hè? Oké, goed zo. Dus, oh, ik zie heel veel camera's al, dus dit is helemaal leuk. Oké, daar gaan we. We tellen met z'n allen af, oké? Daar gaan we. 3, 2, 1. Oh, oh. Neem anders nog een slokje. Neem nog één slok. Gaat dit? Alles kan in Toverland, dames en heren. Oké. En niet te hard, hè. Oké. Ja, hard. Hard. Doe maar. Ik ga hier weg. Deze en zij heeft een leven mee.
TikToker zijn. YouTube maakte ik altijd sketches. Ik heb ook vaak in de sketches van Dylan Hakens gespeeld. Wie van jullie kent Dylan Hakens? Precies, dat dacht ik al. Ik heb altijd sketches gemaakt. En sketches maakte ik gewoon vanuit dingen die ik uit het dagelijks leven zag. Dus dingen wat gewoon iedereen kunt herkennen. Want dat vond ik leuk. Dan kon iedereen zich erin herkennen. En op TikTok, ja, dan moet ik heel eerlijk zeggen, daar maak ik een beetje van alles wat. Ja. Als ik iets zie wat ik leuk vind, of ik hoor een leuk nummer. Dan playback je er lekker op. Dan playback ik er lekker op. Echt van alles. Ja. Maar op YouTube doe ik er wel altijd iets beter over nadenken. Ja. Ja. En jij? Nou, ik doe geen YouTube. Ik doe eigenlijk alleen TikTok en een beetje Instagram. Ja. Ik ga altijd over de For You-page heen. En als ik dan denk van, oh, ik vind iets leuks en ik denk, ik kan er mijn eigen draai aan geven. Ja, dan doe ik dat. Ja. Heel veel geluidjes ook opslaan. Ja, schat, ik hoorde jou al met die jongen met die bril niet. Wat zei jij? VR. VR, oké. Zo, wordt iemand bijna helemaal boos op mij. Jij had net moeten meedoen met de rap challenge. Die had heel veel... Ben er weer! Zo, Aniek, er is voor jou ook een vraag gesteld. Dus dan moet jij even beantwoorden. Ik ben heel benieuwd. Samen met Jesse. Oh, nee, Emma, jij moet erbij blijven. Ik ben wel benieuwd wat jij ook zegt. Hoezo? Wat gaan jullie de komende tijd allemaal doen? Oh! Oeh, willen jullie beginnen? Ja, ik begin wel. Gaan we aan het einde? Nou, ik maak eigenlijk de hele tijd video's. Dus als ik er niks naast doe, dus bijvoorbeeld ik heb hier nu een optreden in het Overland. En daarnaast maak ik gewoon weer video's. Ja. Wat leuk. Ja, ja, ik kom net uit Turkije terug. Oeh, ja. Ik heb een hele leuke serie daar opgenomen. Heb je het gevolgd op social media? Heb je het gezien? Ja. Ja, en die komt in september uit. Oeh. Dus ik kan er voor de rest niks over zeggen, maar ik zou wel zeggen, hou het lekker in de gaten. Speaking of september, wat komt er na september? Slijmerspot! Oktober! Weet je wat wij in oktober gaan doen? Nou? Wij gaan in oktober met z'n drieën feesten bij het grote Junior Song Festival. Dus we gaan met haar media. Zijn jullie er ook bij? Yeah!
dames en heren, er waren 3 TikTokers. Ja, ik ben niet zo van de TikTok, meer van de YouTube. Ik ken ze totaal niet, maar het was echt een leuk show in elkaar gezet. We gaan zo meteen door richting Steven Kazan. Ja, wie kent nou niet de familie Kazan, de tovenaars, de illusionisten. Dat is meer voor mij echt de joke segment. Maar daar gaan we zo meteen lekker naartoe. En genieten van een paar mooie beelden. Europa, blijf ik tot die dood ga. Europa, Europa. Echt een vreselijk nummer. Voor mij altijd leuk, maar voor nog steeds voor een Eurosongfestival was het niks. Echt. Ik had zo gehoopt om dit nummer nooit meer te horen. En hoor je Europa, papa. Fuck, kleine, echt vreselijk. Niet te doen! Ik denk dat we met z'n allen gewoon Steven is gaan roepen. Ja, laten we dat eens doen. Dus we tellen eens af. En dan hoor ik dat jullie op jullie allerhardst Steven roepen en dan gaan we kijken of die gaat komen, oké? Okay? 3, 2, 1! Steven! Nou, kijk, dankjewel. Wat leuk, wat een mooie aankondiging. Ja, heel mooi. Nou, heb je een beetje zin in? Ja! Heel veel plezier. Dankjewel, dankjewel. En vrienden, wat leuk dat jullie hier al met z'n allen zijn in het prachtige Toverland. Hey, en wat leuk met zoveel ook daar achteraan, hallo. En leuk dat jullie er allemaal zijn, hallo. En ik dacht, ja, ik wil wel meteen hier, ja, ik ben in Toverland, een magische plek, wil ik natuurlijk wel meteen een truc doen die goed is. Dus ik dacht, ik ga gewoon mijn allereerste truc doen die ik ooit heb gedaan. En dat was op school. En ik kan me nog heel goed herinneren, ik stond voor de klas en ik liet een truc zien met 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaarten. En van die 6 kaarten pakte ik toen de helft. 1, 2, 3 kaarten af, stond ik zo in mijn binnenzak. Ik knipte in mijn vingers. En een wonder was gebeurd, want daarna had ik weer 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaarten. En ik kan me die dag nog zo goed herinneren, want die hele klas die ging compleet uit zijn dak. Ze zeiden Stevie, Stevie, we want more, we want more. Er was zelfs een van Steven, ik hou van je. Het was ongelooflijk, ze gingen compleet uit hun dak. Het was totaal anders dan hier. Nee, ik merkte het al toen ik opkwam. Want we hebben hier een trap in het midden. En als we dan een lijn trekken hier over het midden, over dit plein, merk ik al dat deze zijde heel enthousiast was. Hey! Maar deze zijde was nog enthousiaster. Hey! Kijk, en nou wil ik zo graag dat gevoel van vroeger terug hebben, dat ik voor deze zijde mijn allereerste truc ga laten zien. Deze zijde. Doe even wat voor jezelf, ja? Dus ik even aan deze tijd de truc laten zien. De truc met 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaarten. En van die 6 kaarten pak ik dan de helft. 1, 2, 3 kaarten af. Stop ik zo in mijn binnenzak. Ik knip in mijn vingers en een wonder is gebeurd. Want daarna heb ik weer 1, 2, 3, 4, 5, 6 kaarten. En de helft op. Als het dag is, dan schijnt de zon. Maar als het avond is, dan schijnt de maan. Maar nu komt de vraag, waar gaat de maan overdag slapen? In de wolken. Oké, weet je wat? Ik zal het jullie vertellen, ik hoor verschillende antwoorden. Maar de maan gaat overdag slapen in een wolk. En dat wolkje waar het maantje overdag in slaapt, heb ik meegenomen. Kijk, dit is het wolkje waar het maantje overdag in slaapt. En we gaan even kloppen op het deurtje en kijken of die thuis is. Daar gaan we. En het deurtje gaat open. En we zien hier een lief, vriendelijk klein maantje. En dit maantje woont al zijn hele leven in dit wolkje. Maar hij dacht, het wordt tijd voor wat groters. Dus hij had een advertentie gezet, antwoord teruggekregen, dat er ver weg een tweekamerwolk te huur was. Dus hij dacht, dat is mooi, 2 kamers in plaats van 1. Dus hij zweefde zo uit dit wolkje en kwam terecht aan de overkant hier zo in deze tweekamerwolk. Ik pak hem er even bij, kijk, dit is hem. En moet je nu goed opletten, want eerst ging het ene deurtje open. Tweede deurtje ging open. En het maantje zweefde zo naar binnen. Maar toen gebeurde het, want toen ging het deurtje weer dicht. Tweede deurtje ging dicht. Maar toen het deurtje weer open ging, was het maantje spoorloos verdwenen. Dat is toch ongelooflijk? Logisch nadenken. Hij zit niet in vakje A en hij zit niet in vakje B. Dan is hij toch weg. Allebei open.
zegt het dan meteen. Dus, ja. Nee, want het maantje is echt spoorloos verdwenen. En zonder dat jullie het door hebben gehad, is het maantje weer teruggevlogen. Naar het eenkamerwolkje aan de overkant. En als we die erbij pakken en openmaken, mag je even heel hard klappen voor het maantje. Want hij is weer helemaal terug in het wolkje. Dankjewel. Ja, hij is hier dus niet. Wat, heb je hem gezien? Ja. Waar dan? Daar, ja. Ja, jongens, dat vind ik niet leuk. Het wolkje is hier niet, het maantje niet. Die kan ook niet, want ik heb hem net leeg laten zien. Dus hij is ongelooflijk. Hij is er niet. Hou me niet voor de weg. Wat, heb je hem gezien? Ja. Maar waar dan? Hier, oké, ik zal blijven kijken. Ik vind het niet leuk, want ik weet dat hij hier niet is, maar ik zal blijven kijken. We zijn net begonnen met de show. 2 uur, 3 uur, 4 uur, 5 uur. We kunnen hier 20 uur blijven. Het maatje zal niet zijn, dat kan ook niet, want ik heb hem net leeg laten zien. Is een pakje met kaarten. En het gaat er niet om wat voor kaarten het zijn, maar hoeveel kaarten. Lucas, ik geef de kaarten aan jou en nu komt het. Lucas, tel even 1 voor 1, 10 kaarten op mijn hand. En het leuke is, als je dat doet, telt iedereen mee. Ga je gang. 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Heel goed. Lucas heeft 10 kaarten op mijn hand geteld. En nu komt het, Lucas. Dat hele pakje wat je daar vast hebt, zou je dat even aan Hilde willen geven? En Hilde, hou die 10 kaarten goed bij je, zo tussen je handen. En nu komt het, Lucas. Zou je die 10 kaarten ook zo tussen je handen willen houden? En dan richting het publiek. Richting het publiek. Ja, je hebt wel andere hand bovenop. Heel goed, heel goed. En Hilde, tel ook even die kaarten op mijn hand, zodat iedereen weet dat het er echt 10 zijn. Ga je gang. Tel mee. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Zijn er ook 10, Hilde? Ja, zou je ze net als Lucas zo tussen je handen willen houden? Zou je dat willen doen? En dan de andere hand bovenop goed vasthouden. En dan zo naar boven, zodat ze het achteraan ook daar kunnen zien. En nu komt, heel goed. Je vindt niet eng, toch? Nee hoor. Oké. Oh, wat heb jij een leuke stem? Ja, hè? Ja, ontzettend leuk. Ja, je bent niet bang, toch? Nee hoor. Oké, heel fijn. Nou, Lucas, jij bent er ook klaar voor? Ja. Oké, mooi zo. Nou, Lucas is er klaar voor. Jullie hebben jij bent er klaar voor, toch? Ja. Jij ook, hè? Ja. Oké, nou, dan gaan we het doen. Jullie hebben alle 2 10 kaarten. En wat gaan we proberen? Ik ga proberen bij Lucas 3 kaarten weg te halen tussen zijn handen, zonder dat hij het door heeft. Hier komt kaart nummer 1. Daar gaan we. 1, 2, 3, zoef. Voel je dat? Nee. Oké. Kaart nummer 2, zoef. En kaart nummer 3, zoef. Ik heb hier nu 1, 2, 3 kaarten tussen mijn handen. Jullie kijken me allemaal aan. Jongen, gaat het wel goed met je? Ja. En dat ga ik nu laten zien, want Hilde heeft hier 10 kaarten. Nu komt het, Hilde. Ik gooi nu even in die kaart zo tussen je handen. Hou ze wat hoger. Ik gooi ze tussen je handen. Dan wordt dat pakje wat zwaarder. En zak je die kaarten zo naar beneden, Hilde. Ja? Moet je op? Nee, nog niet. Ja. Hier komt kaart nummer 1. Ben je er klaar voor? Ja. Oké, daar gaan we. 1, 2, 3, zoef. Kaart nummer 2, zoef. En kaart nummer 3, zoef. Voelde je iets? Nee. Oké. En toch is het gebeurd, Hilde. Want jullie hadden alle 2 10 kaarten. Lucas, tel jouw kaarten 1 voor 1 om de hand. Ga je gang. Je had er 10. Nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zijn er echt 10 verdwenen. Maar zijn ze teruggekomen bij Hilde? Hilde, tel ze zelf op mijn hand. Je had er 10. En nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. En spijt van nummer 11, nummer 12 en 3 dan nummer 13. Nou, en omdat jullie alle 2 nu toch zijn, dacht ik, het lijkt me wel leuk en het is mooi weer. Ik ga mijn jasje even uitdoen. We gaan een ontsnappingsact doen, à la Harry Houdini. En voor degenen die het niet weten, vooral de jongeren waarschijnlijk, Harry Houdini heeft echt bestaan. Dat was een ontsnappingskunstenaar. En die kon uit alles ontsnappen, uit touwen, kettingen, die werd zelfs in een kist gedaan. Dichtgetimmerd door een bak in het ijs gegooid, maar uiteindelijk wist hij altijd te ontsnappen. Maar hij is begonnen met 2 stukken touw en dat wil ik ook aan jullie laten zien. Dus pak even de touwen, de uiteinden. Jij ook, Hilde, zou je dat willen doen? Dan kunnen de mensen goed zien dat de touwen lopen nu hier zo bij de hand van Lucas door de mouw, door deze hand, door deze mouw naar jou toe, Hilde. Dit is een truc van Harry Houdini. Ik doe deze ook altijd graag in Brabant, want dan zeggen ze daar altijd Houdini dat. En laat maar los. 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 En laat maar los.
En ja, heel goed, Hilde. Ja, we komen er wel. We komen. Dat duurde wat langer. Maakt niet uit. Hey, Lucas en Hilde, je goed luisteren. En nu komt het. De jasjes, de touwen lopen nu door de mouwen over mijn rug. Lucas, wil je voelen? Voel je de touwen lopen over mijn rug? Iets hoger. Ja, voel je ze lopen? Ja, oké. Mooi zo. Kies een touw uit, Hilde. Eentje. Ja? Wil je nog wisselen? Nee? Jij ook eentje? Wil jij nog wisselen? Nee? Oké. Ze hebben twee zelf touwen gekoken. Met de andere twee touwen maken we een knoop zo op mijn buik. Geef de uiteinde aan jou, deze uiteinde aan jou. En nu komt het. Als jullie nu aan de touwen zouden trekken, word ik helemaal aangesnoerd. Krijg ik geen lucht meer. Einde stevige zon. Maar de bedoeling is dat ik net als Harry Houdini ga ontsnappen. Dus op de tel van drie trekken jullie zo hard als jullie kunnen aan de touw. En als het me lukt gaat iedereen hier compleet uit zijn dak. Ben je er klaar voor? Ja. Jij ook? Ja. Oké, daar gaan we. 1, 2, 3, go, 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 go. Dames en heren, dwars door alles heen. Applaus. Knopen. Nou, ik ben blij dat jij het leuk vindt, Hilde. Dit is een lang stuk touw met twee uiten, vrienden. En als dit de twee uiten zijn, is een vraag aan jullie. Dan is dit hier het... midden. Het midden, dat klopt. Maar dat mag allemaal tegelijk en met wat meer enthousiasme. Als dit de twee uiten zijn, dan is dit hier het... midden. Nou, het is het leukste publiek ooit, hè? Ja. Nou, oké. Nou, zullen we nog een keertje doorknippen? Touw hier zo bij de lus, hier in het midden. Zodat we twee stukken touw hebben. En nu komt het heel. Let goed op. Want we hebben nu twee uiteinden hier links. Twee uiteinden hier rechts. Nu pak ik... uiteinde A en breng ik naar uiteinde B. Ik pak uiteinde C en breng ik naar uiteinde D. Dat is al ingewikkeld, maar nu pak ik de ene lus binnendoor terug naar de andere kant. Eén touw, twee touw, terug naar de andere kant. Voor ze toch weer aan de overkant. Ingewikkeld, hè? Ja! Weet je wat? We doen het gewoon nog een keer, dames en heren. Kijk, daar kan ik dus één touw aan vastknopen. Hou de twee uiteinden vast, hier zo. Deze twee uiteinden knopen ik aan elkaar vast. Met een knoop in het midden en niet één knoop, maar twee knopen. En nu ga jij toveren. Want jij hebt nou de touwen vast, die zitten aan elkaar vast met een knoop in het midden. Geef één uiteinde aan mij. Heel goed. En nu komt de hout wat hoger. Op de tel van drie blaas je op de knoop en zal de knoop er in één keer afspringen. Dat wordt ongelooflijk. Daar gaan we. Ben je er klaar voor? Ja. Je bent niet bang? Nee hoor. Oké, daar gaan we. 1, 2, 3. Dan breng je iets meer enthousiasme. 1, 2, 3. Nee, misschien wel makkelijk als de knoop wat dichterbij zit, Hilde. Weet je wat? Ongelooflijk. Ja, nou, ik ben blij dat jij zo enthousiast bent. En ik vind dat je het geweldig hebt gedaan. Ik kan niet geen touw vastknopen, maar wat ik wel weet is dat je een applaus krijgt van iedereen. Pak je een glas erbij. En als je dat glas erbij pakt, dan tik je dat holle plus de kaart op de rand van het glas kapot. Verandert in een echt ei. En als dat gebeurt, gaat iedereen compleet. Ik ga even wat ruimte maken. Jullie zeiden aan het begin dat jullie slim waren. Dat wil ik even checken. Zo, even iets meer naar achteren. Wie van jullie weet wat antiek is? Antiek is heel erg. Oh. Ben ik antiek? Ja! Oké, okay. Nu al. Nou, ik hoop dat ik ooit antiek word. Maar ik heb iets meegenomen. En dat is echt antiek. En komt helemaal uit China volgens mij. Ik heb het van mijn. En hier heeft de keizer van China nog tennis meegespeeld aan het Hof van Peking. En er zit een vogelkoortje in. En hier zat het keizerlijk kanariepietje in. Nou, het kanariepietje, dat is er natuurlijk niet meer. Maar het vogelkoortje nog wel. En ik zet het vogelkoortje eventjes hier zo op. Houd vogelkoortje. Nou, dat is niet zo slim. Dat gaat niet goed. Even kijken, waar gaan we hem neerzetten? Ik zet hem even hier zo neer. Hou hem goed in de gaten. En nu komt het, we gaan even checken hoeveel Chinese tennisballen hier in dit net zitten. Nou, daar gaan we. Even kijken. Dit is bal nummer 1. Dat is makkelijk, maar het wordt moeilijk. Dit is bal nummer 2. Bal nummer 3. Bal nummer 4. Bal nummer 5. Bal nummer 7. 7. 7. 7. Nee, 7, 7, 7! 6, 6, 6! 7! 6! 7! 6! Niet dus! Wel eens! Niet waar! Wel waar! Jullie zijn gek! Oh, goed hier, netjes! Nou, oké, okay, nou, weet je wat, we komen hier niet uit, begrijp ik al wel. Dan vragen we het aan mama. Mama's hebben altijd gelijk. Mama met de bril, neem aan, ik hoop dat je mama bent met de bril. Ja, je kan lekker blijven staan, maar je hoeft alleen maar... Was het 6 of 7? 6. Ja! Zij hebben gelijk! Ja! Focus, focus, Pilatus, pas! Boom! Nee, er is nog niks gebeurd.
Nee, dat is jullie schuld. Dat is jullie schuld, jawel, want dat komt, want die boom die was niet hard genoeg. Dan weet je wat, we oefenen een aparte boom. Ik tel tot drie, zeggen jullie boom. Ja, daar gaan we. 1, 2, 3. Boom! Ik zeg toch niet verluisteren, die boom moet hard, dat heel toverland jullie hoort. Daar gaan we. 1, 2, 3. Boom! Kijk, dat is het. Nou, die hele spreuk en dan die boom erachteraan. Daar gaan we. Hocus, pocus, Pilatus, pas. Boom! Bami salami, origineel. Ja, oké. En zullen we dan een boom erachter plakken? Is wel leuk. Ja, zoem maar. Bami salami. En dan de verantwoordelijkheid van deze jongen met de keel. Ja? Oké, dan gaan we met z'n allen. Bami salami. Boom! Nee, er is nog niks gebeurd. Want. Hoe heet jij? Jelon. Sorry? Jelon. Jelon. Ja. Wat een mooie naam. Jelon. Ja, die spreuk Bami Salami van jou, die is niet helemaal goed gegaan. Want er zit nou een zakdoek hierin. Oh. En als je in deze tent vallen, zijn spoorloos verdwenen. Kijk, ze zijn allemaal spoorloos verdwenen. En ik heb morgen nog... Hoe verdek je het? Oké. Perla Magica Boom. Ja. Ja, Perla Magica Boom. Dan weet je wat we doen. Met z'n allen. Perla Magica. En dan boom. En dan, maar dan wel allemaal tegelijk. Ja, daar gaan we met z'n allen. Perla Magica Boom. Nee, nog even één keer, Jelon. Maar dan heel hard en met z'n allen tegelijk het heel toverland jullie hoort. Daar gaan we. Perla Magica Boom. Dames en heren, applausje voor Jelon, want ze zijn weer Nou, dames en heren. Het was leuk om Steven Kazan bezig te zien. In ieder geval, Steven Kazan is een van de jongste zonen van Hans Kazan. Blijkbaar doet zijn vader wel nog iets, Hans Kazan. Dus ik vroeg ook zo van, goh, bestaat nog Magic Unlimited? Uit echt onze eigen tijd, toen ik nog klein was. Maar helaas, iets van een jaar geleden zijn ze gestopt. Maar tussendoor hebben ze ook wel nog iets gedaan. Maar we gaan nu naar een van de horecapunten. En dan gaan we namelijk een frikandel donut proeven proberen. In ieder geval, dat is echt exclusief alleen vandaag. Dus ja, ik ben heel benieuwd hoe ze dat smaken. Een donut met frikandel ertussen. Maar ja, verder hebben we eigenlijk niet echt veel van de zon gedaan. Hebben Kronos daar bij de mainstage gestaan. Ja, echt staan wachten. Eigenlijk kwam ik alleen maar puur voor Steven Kazan. En verder voor helemaal van niemand, omdat ik de rest helemaal totaal niet ken. Dus ja, ja, leuk om een paar TikTokkers gezien te hebben. Ik ken ze echt totaal niet, maar dat tezijde. We gaan dus nu een frikandel donut proberen. Ik spreek jullie later wel weer. Plaatsnemen. Eigenlijk is elk team even goed. Alleen, ja, wat heb je de komende 30 minuten nodig? Moet je kunnen dansen? Moet je een frikant donut kunnen eten? Moet je kunnen schreeuwen? Nou ja, dat heb je eigenlijk allemaal nodig. Dus waar kies je voor? We beginnen in Team Rood. Mag ik een daverend applaus voor Lois? En mag ik ook een magisch applaus voor Demi? En mag ik ook een daverend applaus in Team Blauw voor Sander? En dan zal ik mezelf ook even voorstellen. Mijn naam is... Ja, ik heb geen team eigenlijk. Nou goed. Hoi, ik ben Mario en ik presenteer... Ja, dankjewel, dankjewel, dankjewel. En ik... hallo, hallo. En ik presenteer... Ja, hallo, hallo, hallo. Maar ja, hoe leuk het ook is, het gaat niet om mij. Jammer, hè. Ja, nee, het gaat om jullie en de teams. Want jullie mogen straks in 20 seconden gaan kiezen in welk team je wil. Kijk, als het bijvoorbeeld over dansen gaat, let op, zijn dit de dansmoves van Sander. Ja, dat bedoel ik. En als ik zeg over heel classy catwalk dansen, dan hebben we Lois en Demi. Kijk, ja. En als ik zeg we gaan het over schreeuwen hebben, schreeuwt Sander zo. Ja, en als ik zeg we gaan het over schreeuwen hebben, schreeuwen Lois en Demi zo. Jullie krijgen 20 seconden om je eigen team te kiezen. Rood aan die kant en blauw aan deze kant. Oh, je dacht we komen nog een keer. Nou, dat vinden wij alleen maar gezellig, hartstikke goed.
Kom er gezellig bij, lieve jongens en meisjes, want we gaan bijna beginnen. En voordat we bijna helemaal gaan starten, ik zou zeggen, gooi er een lekker warming-up bij. Ja, laten we even een warming-up doen. Tenminste, dat doen onze TikTok-dansers van Toverland vandaag. Mag ik alvast even een applaus voor Lois? En een daverend applaus voor Sander. En natuurlijk ook een magistraal applaus voor Davy. En ik zou zeggen, laten we beginnen met de warming-up en kom er gezellig bij. Europa, pa, welkom in Europa. Blijf hier tot ik dood ga. Europa, pa, Europa, pa. Zoek mijn friends en friends. Ga vooral zo door, want kom erbij hoor, lieve jongens en meisjes, dames en heren. Want de laatste ronde van de enige echte YouTuber. Wauw, hè? Europa, pa, 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 pa. Europa, pa, pa. Hey! Daar kan harder! Europa, pa. Oké, okay. En volgens mij gaan we ook hakken, toch? Kunnen jullie dat? Bij de warming-up? Laat maar zien dan! Welkom in Europa, jongen! Kan het niet, nee, dat is meteen het duik. Binnen! Ja, dat vind ik toch jammer. Ja, dit valt tegen. Ik bedoel... Ja, ze staken hun vinger op, maar goed, dit is de... We hebben al een aantal shows gedaan vandaag. En nou, de reacties waren toch net wel even iets enthousiaster bij de prijzen. Kijk, iemand die echt een prijs wil winnen, die schreeuwt in ieder geval heel hard Toverland. Oké, okay, iemand die echt een prijs wil winnen, springt 3 keer hoog in de lucht. Wauw, oké. Okay. En iemand die kan... wil winnen, schreeuwt heel hard Team Blauw. Team Blauw! Oké, okay, en iemand die wil winnen kan ook heel hard schreeuwen Team Rood. Team Blauw! Oké, okay, nog 1 keer. Wie van jullie wil er een prijs winnen? Ja! Oké, okay, helemaal goed. Dan gaan we meteen nu van start voor de eerste punten. Want met je team dien je een aantal punten te verdienen hier op dit podium. Nou, niet op dit podium, maar bij dit podium. Met je eigen team. Oké, okay, ik heb een nieuwe challenge bedacht. En daar heb ik jullie hulp voor nodig, teamcaptains. Want Lois en Danny, jullie mogen uit je eigen team 2 extra teamcaptains uitzoeken. 2 extra teamcaptains. Sander, voor jou ook, uit je eigen team blauw, 2 extra teamcaptains. Ja, want die hebben we nodig bij de volgende challenge. Ja, want we gaan namelijk een challenge doen die op TikTok ooit viraal is gegaan en jouw team staat. Maar goed, het gaat erom de ketting met de meeste personen. Sander, Lois, willen jullie de personen gaan tellen? Dan wachten wij ondertussen af welk team de meeste personen heeft. Ik ben benieuwd. Dat gaan we doen. Oké, oké. Sander is alvast terug en daar komt Lois aan. Netjes geteld? Lois ook? Eerlijk geteld? Ik vertrouw jullie, hè? Oké, okay, Team Blauw en Team Rood, kom zo snel mogelijk terug. Team Rood, laat je eens horen! Oh, net was beter. Team Rood, laat je eens horen! En Team Blauw, laat je eens horen! Ik ben benieuwd. Sander, hoeveel mensen stonden in jouw TikTok Challenge mensenketting? De langste van vandaag... 32. 32? Oeh, even allemaal z'n allen. Oeh. Ja, dat is inderdaad de langste van vandaag. Ja, je kan bij de andere rondes niet verder dan 6. Ah, 12. Ja, precies. Oh, Lois kijkt heel bedroefd. Hoeveel had je ook? Ik ben het alweer kwijt. 32. 32, ja. 32. Oké, okay, fluister mij even. Houd het even spannend. Ja, daarna krijg je je microfoon. Nee! Echt? Nee, jawel. Oké, dit is heel spannend. Tromgeroffel. Hoeveel mensen stonden er in een mensenketting? Dat moet meer zijn dan 32 bij Team Blauw. Het is geworden... 33! Kandel, zou je denken. Nou, mensen lopen ermee weg. Het is ja, dus een gesuikerde donut met daarin de frikandel. Dat is helemaal een hype van de frikandellenkoningin. Maar goed, lieve jongens en meisjes, een vraag aan jullie. Wie van jullie papa is vandaag meegekomen? Even vingers in de lucht. Oké, okay. Voor de kinderen die nu hun vinger in de lucht hebben.
Nou, dat is wat zeg jij? Ik ben met het toernooi hier gekomen. Hartstikke leuk. En zitten daar vaders bij? Nou, hartstikke goed. Twee trainers. Oké, oké. Daar. Oh, die loopt. Wat is zijn naam? We bellen gewoon de beveiliging, hoor. Dan moet hij. Wesley! Nou goed, het is aan Sander. Het is aan Sander. Want uit elk team heb ik twee personen nodig. Waarvan de papa naar voren komt die eventueel de Frikant Donut Challenge gaat spelen. En dan mogen de twee vaders hier naar voren komen. Ik kom bij jij. Ik kom bij jij. Kijk, en nog een vader. Heel goed, mogen jullie aan die kant gaan staan. Hey Wesley. En hoe heet de andere man? Wat is zijn naam? Raymond! Ja! Ik denk, was ik maar naar de Efteling gegaan. Ja, jammer joh. Van deze twee papa's het gaat worden. Deze heeft zijn lolbroek niet meegenomen. Die kijkt bloedzaggerijnig. Die denkt, wat doe ik hier? Wat is uw naam? Bram. Bram. Bram, vind je het leuk in Toverland? Zeker. Ja? Lust je frikandel? Ja. Gelukkig. En met wie is dit? Dijon. Die wat? Ja, Dijon. Dijon, kijk eens. Hou je van een frikandelletje op zijn tijd? Niet echt. Niet echt. Nou, dat wordt heel gezellig dan. Ja, daar moeten jullie over nadenken, hè. Oké, dit is papa nummer 1. Laat je horen als je wil dat papa nummer 1 de challenge aangaat, dan mag je nu een applaus geven. Papa 1. Oh. Hé, dat zegt niks, hè. Nee. En wie zegt papa nummer 2? Dat is Dijon. Jij bent gelukkig, denk je misschien. Toch even een applaus voor Dijon. Die valt er voor nu af. Dus dan mag je weer teruggaan, hoor. Ja, op naar de cola. Ja, dat is papa 1. Nou, dan gaan we naar Team Blauw. Wesley en Raymond. Ja, van welke club zijn jullie? Of wat is dit? Ebo. Ebo, dat is een voetbalclub? Ja. Ah, zijn ze een beetje goed als trainer? Ja, hij niet. Hij wat minder. Oh, wat is hij dan? Zijn vader. Oh, je hebt geen idee wat hij doet. Oh, dat is hij. Je hebt een opdrukbaar. Oké, okay, nou wordt het heel persoonlijk. Ik denk dat Toverland daar niet op zit te wachten. Maar goed, we gaan een keuze maken. Nou, als hij een opdrukbank heeft op de schuur, dan moet er nog wel heel wat gebeuren, denk ik. Maar goed, we gaan kiezen welke van papa, welke papa jullie kiezen. Is dat papa nummer 1? Laat je horen. We kunnen ook hem nog naar voren halen, hè? Dat kan ook natuurlijk, ja. En wie zegt papa nummer 2? Ja, Demi, Lois en Sander, het is helemaal duidelijk, hè? Hij is al weg. Ja hoor, mag ik een applaus voor deze twee papa's? Maar let op, ze moeten aangemoedigd worden door jullie allemaal. Dus jullie moeten keihard gaan aanmoedigen. Maar voordat we daarmee kunnen beginnen, wil ik graag dat jullie allemaal even van het podium afgaan. Want bij de eerste ronde van vanochtend heeft papa nummer 2 heel hard overgegeven van de Frikant Donut. En dat willen jullie niet over je heen hebben. Precies. Ja, dat is echt. Ja. Ja. 4, 3, 2, 1. En daar gaan ze. Kijk eens. Ja, niet te hachen die dingen, maar goed. Gaat allemaal het giecheltje. Ja. Ja, het is dus een frikant donut. Dat is een zoete donut met een hartige frikandel. Ah, dit is wel de traagste ronde die er is tot nu toe, hè? Ja. Oh, kijk eens, hij eet het bakje zelfs op. Oh, wacht. Ja, moment. En. Het kan nog. Prince of Bel-Air. Sit on my throne as the Prince of Bel-Air. Yay! En wie wil Europapa? Ja, is duidelijk. Pedro. Oké, Team Blauw, ga bij elkaar staan. Team Blauw, bij elkaar.
Team Rood, ga deze bij elkaar staan. Oké, want jullie mogen je moves laten zien. Of je nou goed kan dansen of niet. Al ga je klappen, al ga je lachen, al ga je springen. We hebben jullie hulp nodig. Want nogmaals, wie wil er winnen? Wie wil met die hoofdprijs naar huis? Is dat Team Rood? Of is dat Team Blauw? Oké, even voor de vorm. Hoe gaat dat liedje Pedro ook alweer? Laat mij even horen. Dat begint namelijk rustig, maar dan begint de challenge al. Want ik ga beoordelen welk team straks het beste danst. Kijk, het begint heel langzaam. Je mag meezingen, hè? Oh, oh nee. Dit is de versie van 13 minuten. Nee, dat is niet waar. Oké, kijk of jullie al een beetje kunnen. Harder! Veel harder! Oké, ja hoor, ja, dit gaat helemaal goed. Als je een punt wil scoren, dat moet harder. Applaus voor jezelf! En met z'n allen. En jullie zijn toch het leukste publiek dat er is, ja! Toch? Ja, daarom. En die komen dus echt alleen op zo'n dag als vandaag allemaal samen. Maar ja, dan zeggen ze, hey Mario, wil jij dansen? Nee, dat wil ik niet. Nee, dat doe ik niet. Nee. Maar daarvoor heb ik, en geef ze even een daverend applaus, Lois, Demi en Sander. Ja, die kunnen waanzinnig dansen. Nou ja, dan is het aan mij de taak om 30 minuten de papa's en mama's te vervelen. Nou, dat is ook aardig gelukt, denk ik. Zij neemt nog een hap van de burger. Zij denkt, ja, 30 minuten, dat is lang. Dat klopt. Maar goed, dan moet ik dus als einde beslissen welk team er gaat winnen. Want nogmaals, het is 1-1. Jullie het mij toch heel erg moeilijk? Nou, echt eerlijk, kijk, let op. Zelf als ik zeg, Team Rood springt 3 keer in de lucht, doen ze het. En als ik zeg, draaien ze een rondje, doen ze het ook. Ze kunnen alles ontzettend goed. Het zijn echt, de nieuwe TikTokkers, YouTubers van de toekomst. Ja. Dus, ja, we hebben een serieuze vraag tussendoor, ja. We kunnen een allebei kiezen. Ah, jij bent Zwitserland. Ja, dus dat eigenlijk, dus jij zegt eigenlijk, Mario, kies maar voor Team Blauw en Team Rood. Ja, maar het probleem is, het is de laatste show van vandaag en we hebben niet genoeg prijzen. Nee. Dus nou ja, weet je, dan zeg ik gewoon leuk dat jullie er waren en dan heeft niemand gewonnen. Oké, doei hè, doei, doei. Ja, wat is er? Ja, meid, die mag je houden. Die krijg je als aandenken, daarmee word je betaald, een button. Wat is er? Oh, je wil ze allemaal een jaarabonnement geven. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Echt? Serieus? Dat kunnen we gewoon doen. Ja, maar luister, onze baas staat daar. Als ik dat doe, dan word ik ontslagen. Jammer dan? Ja, hallo. Het is de laatste. Ja, dat is ook weer zo. Wacht. Weet je, kijk, daar, zwaai eens dag maar. Zij moeten eigenlijk alleen even weten of jullie het leuk vonden. Ja! Nee, dit is niet goed. Vonden jullie het leuk? Ja! Oké, bij deze heeft Team Tromgeroffel gewonnen. Team Rood en Blauw! Voor het applaus voor Sander, voor Lois en voor Demi. En mag ik ook een daverend applaus voor jullie zelf? Oké, heel goed. Luister, mocht je straks nog naar de mainstage gaan, om 5:30 is daar Sterrenkoning. Dat is dus aan de andere kant van Avalon. En als jullie nog straks naar buiten gaan, zullen wij daar nog zijn om eventueel nog even een high five te geven. Hartstikke gezellig. En nu krijgen jullie dus allemaal de prijs, maar dan moeten we allemaal van het podium af.
En dan gaan we een lange... Ja, dames en heren. We zitten nu op Qatar Plaza. En er is net een show hier voorbij. In ieder geval, wat me opviel door personeel zelf. In ieder geval, hier op een van de punten, dus echt alleen exclusief vandaag, verkopen ze een hele speciale frikandel donut. Namelijk de frikandel donut van Tenrique. En die noemt zichzelf de frikandel koningin. Dus ja, ik ben benieuwd hoe zal het smaken. De ene zegt van het is vies, de andere zegt van oh, het is best lekker, het is goed om te doen. Anders zegt van het is hartstikke zoet, echt heel zoet. Nou, we zullen het proberen. En hier in het bakje, daar ligt hij. Die om precies te zijn. In dat bakje, daar ligt hij. Dus ja, ben benieuwd hoe zal het smaken. Frikandel met slaai, ayam en ja, de frikandel. En ben ook benieuwd wat voor saus zullen ze gebruiken. Ja, sorry dat ik eventjes opschakel naar Brabant, maar dat gaat automatisch. Dat maakt niks uit. In ieder geval, ja. De special zelf, die kost €7,25 als ik het goed had. Of €7,95. Nou, dus dat is al best wel prijzig. Maar ja, het is ook een special, dus dat kan ook gewoon. In ieder geval, ja, we gaan lekker wat smikkelen en smullen. En kijken hoe die smaakt. Een frikandel donut van Tenrique. In ieder geval, die is dank bekend van TikTok, maar dat weet ik niet zeker. In ieder geval, precies wat ik zei, de meeste TikTokers die kijken het aan, omdat ik daar niet echt mee bezig ben. Omdat ik echt wel lekker met mijn eigen wereldje bezig ben, met de pretpark, met de kermissen. En dat houdt gewoon snel op. En de enige die ik van de hele layout van de lijst ken, ja, dat is gewoon Steven Kazan. En dat is echt gewoon de enige. En daarna houdt het gewoon echt heel snel op. Maar tot nu toe, ja, een leuke dag. Tot nu toe, als ik eerlijk mag zeggen. Maar ik zie jullie straks wel weer. Zojuist stond die frikandelle donut van Marika. In ieder geval, ja, je moet er echt van houden. Je moet echt een zoete kou zijn om het lekker te vinden. Ja, hij is echt behoorlijk zoet. Echt heel zoet. Echt niet normaal. Echt. Ik hoop dat je dan een goede tandartsverzekering hebt. Of een goede diëtisten. Want ja, het is echt heel vet. En behoorlijk zoet. Echt heel zoet. Maar ja, verder, het is wat te doen. Maar ik ben niet echt een voorstander ervan. Of echt niet grepig daarna. Om dit eventueel nog een keer te doen, echt niet. Ik hou niet meer van zoet. In ieder geval, ja. Maar even kijken wat we gaan doen. Misschien even uitbuiken. En dan zie ik het later wel. Ja, natuurlijk ook de eindshow. Ik ben heel benieuwd naar. In ieder geval Steven Kazan, die wou iets op de bananenspeakers snijden waar Fire Fun naast zit. Dus ik denk dat ze straks bij de eindshow sowieso wel iets met Fire Fun zullen gaan doen. Ja, dan weer met confetti shooters en die CO2 kanonnen. Echt, ik stond er echt heel dichtbij. Ik werd er echt bijna dood van. Echt zo hard gaan die, echt niet normaal. Dat was iets van pak een beetje 1,5-2 meter afstand, zoiets. En dan hoe hard dat die gaat, echt niet normaal. Maar ja, ik zie wel wat we nu gaan doen. Maar ik spreek jullie later wel weer. Nou, dames en heren, we lopen net van de Maarse Vallei terug Avalon op.
In ieder geval, ik heb vrij weinig attracties gedaan. Maar ja, als je shows mooi in beeld wil hebben, ja, moet je daar gewoon tijd voor nemen. In ieder geval, we gaan nou richting het slotshow. En dat wordt door Sterrenkoning gedaan. Iemand die ik ook totaal niet ken. Net zoals het begin van de dag. Ja, in ieder geval op het main stage. Kende ik de meeste ook niet, buitenom Kazan zelf, ofwel Steven Kazan. In ieder geval, ja, verder, het was leuk in elkaar gezet, kleinschaliger. In ieder geval, de eerste keer werd echt heel groot opgezet en nou mij heel erg klein. Maar dan mag de pret niet drukken. Het is een leuke dag tot nu toe geweest. Oké, vrij weinig attracties gedaan. Maar we lopen nu onder deze hele mooie inversion van de Phoenix door. En dan lopen we langs Pixarus. Een hele mooie carousel. Dan, dat is een hint voor volgende week. En dan gaan we namelijk naar een parkje toe waar ook zo'n attractie staat. En dat is namelijk Duinruil. Ofwel, daar heb ik het over Wild Wings. Waar ik eigenlijk de meeste rolls heb op behaald. In ieder geval, ik weet wel nog dat het ongeveer tussen de 100 en 150 lag. En hier maximaal pak een beetje net rond de 20. Kijken we of dat in Duinruil wel weer lukt, net zoals vroeger. Maar we gaan namelijk dus richting Blind Show. En kijken wat de Sterrenkoning al te zeggen heeft, te zingen heeft. Wel leuke speltjes, dat weet ik wel. Maar ik zie jullie bij de uitgang weer. Ga je ook schudden met Willen? Ja? Gaat die goed komen? Gaat die lukken? Met over de pies. Waar je bent geweest. Felix. Moet ik dan straks. Oh, zeg ik dit verkeerd? Ik moet nog maar uit. Felix. Oh, ik hoor net van mijn geluidstechnicus in mijn oortje dat wij er zo ook in gaan. Dus dat gaan we denk ik doen. Is die eng?
Ik ben wel echt snel bang. Dat je hebt genoten van deze leuke vlog. In ieder geval, het was een gezellig programma, niet al te druk programma. Ja, vergeleken met de andere edities die ik heb gezien. Ja, kleinschalig opgezet, maar dan mag gewoon de pret niet drukken. Oké, er kwamen niet echt grote namen, maar kleine namen.
maar toch de uitblinker voor mij, dat was Steven Kazan, van de familie Kazan zelf. Ofwel, dan hebben we het over het goochelfamilie, van Hans Kazan en noem het maar op. In ieder geval, ja, niet echt veel gedaan, maar ja, ik kwam ook puur alleen maar voor het programma, het YouTube keer Toverland. In ieder geval, volgende week gaan we naar een pretparkje toe. Geen kermis, het weekend daarop ook een pretpark, geen kermis. Volgende week gaan we dus naar Duinrel. Of in ieder geval, daar ga ik mijn naamgenoot op zoeken. Nou, Rick de Kikker. Dat is voor mij ook weer heel lang geleden dat ik daar ben geweest. Dan moet je minstens denken tussen de 10 en 15 jaar geleden. Daar ben ik dus ook vroeger abonnementhouder geweest. Eén seizoen. In ieder geval, daar gaan we gewoon weer leuke attracties doen. Een leuke vlog, slechts review draaien. Dan het weekend daarop, kan ik je vast vertellen, we gaan naar Bellewaerde toe. In ieder geval, dat is dan de tweede keer dat ik daar naartoe ga. In ieder geval, de eerste keer was een paar weken geleden, was met een goede vriend van me, dat ik daar ben geweest. Vriendin. In ieder geval heb ik gewoon onreis en afreis geschoten, maar verder geen vlog of geen review gedraaid. Dus lekker gewoon van het park genoten. En ik heb gehoord dat Amazonia het nou wel weer doet, dus daar gaan we lekker vanaf over een paar weken. En ik laat jullie daar ook gewoon een hele mooie video van zien. Maar had je niet gedaan, vergeet natuurlijk niet even dat blauwe duimpje omhoog te doen. Natuurlijk even op de YouTube kanaal Dutch Coast Community abonneren voor meer leuke reviews, vlogs, allrides en allrides vanaf kermis en pretparken. En hier vanuit het mooie Limburg, uit het mooie Zuiden, zee doei, punt en tot de volgende keer. En hoi je! Wat is het zo?